Crestet is een dorpje in het Franse departement Vaucluse. Crestet telt 432 inwoners en ligt in de buurt van Vaison-la-Romaine. Maar heel anders dan in het toeristische Vaison-la-Romaine is het alsof in Crestet de tijd is stil blijven staan. En inderdaad, alleen wandelende mensen. Elke andere vorm van verkeer is in het hart van dit dorpje totaal onmogelijk.